We zijn vandaag bij Châteaubriant in Heemstede. Ik ben Johan van Uden, branchegekende meesterslager sinds 2019. Vandaag gaan we confit de canard maken. Wij gebruiken, wat ook de originele is natuurlijk, van de mannelijke moulard eend. Het is een vette eend. Die hebben iets een mooie structuur van het vlees. Dit zijn gewoon echte vette bouten. Maar die heb je ook nodig voor de originele confit. Het confitvet bewaar ik altijd. Dan kun je ze laag heel mooi in confijten. Even een klein beetje bepeperen. Grove peper over het vlees. Ik leg ze dus op het vet. Vleeszijde nog omhoog. Die gaat smelten dadelijk gelijk in het eendenvet. De confit de canard. Die gaan we dadelijk garen, rustig garen in de oven. Een temperatuur wat niet hoger is dan 110 graden. En normaal gesproken, ligt ook de hoeveelheid hoeveel je gebruikt. Normaal gesproken doen we dat soort kleine 3 uur. Daarna, als de 3 uur verleden zijn, gaan we even kijken of de confit gaar zijn. Mocht het zo zijn, dan gaan we nog even een klein kokant korstje op doen. Dat betekent dat het vet eruit gaat. En de bouten laat nog even bij 130 graden, een minuutje of 20 staan, krijg je een heel mooi kokant laagje op het vet. Vet uiteraard al omhoog doen. Gaan we een paar knoflooktentjes in de bak doen. Het vet moet je altijd bewaren. En wat je uitstekend mee kunt doen is gebakken aardappelen inbakken. Je hebt er nooit zo'n lekker gebakken aardappel gehad als je het in ene vet bakt. Je geur alleen al in de keuken. Dat is al een feestje. Dus dit gaan we dan garen in de oven. 3 uur, 110 graden Celsius. De ene bouten zijn nu gaar. Het vet gaan we eraf gieten om ze mooi krokant te krijgen. Dus ze hebben ongeveer nu 3 uur op 120 graden in de oven gezeten. 1 keer gedraaid. Even los van elkaar proberen te krijgen. Nu ga ik ze nog even, ik denk zo rond de 25 minuten, op 135 graden, ga ik het eventjes krokant maken. En dan zijn ze oké, dan kunnen ze gegeten worden. De confit de canard, wat een hele lekkere combinatie is, is met een gebakken aardappelpuree gegratineerd eventueel. Met een zoetige saus, bijvoorbeeld abrikozen, appel, persik. En dan een gestoofde groente bij. Denk aan mooie koolsoort die je lekker stooft. Maar het kan ook heel goed als een salade, van een ene salade in de zomer, als een maaltijdsalade. Dan ga je het heel anders verwerken. Dan pluk je hem ook een beetje. En dan doe je met gemengde salade en eventueel met ene maagjes, gerookt ene borst. De ene maag is uiteraard ook even geurconfijt. En met een mooie terrine van vakwarmblokjes. En dat kun je eventueel ook met een zoetige dressing doen, van mango bijvoorbeeld. Maar dat is een hele andere combinatie als in de winter. Oké, de confit de canard, die is mooi krokant geworden. Natuurlijk naar je eigen zin laat je misschien bruin, misschien iets minder bruin. Maar dat is natuurlijk ieder voor zich waar die van houdt. Deze zijn heel mooi krokant. Ik laat ze nu opstijven in het vet. Omdat ik ga ze nu voor in de winkel, ga ik ze altijd in vet in pop verkopen. Deze keer. Ik heb ze ook kant-klaar met saus. Abrikozensaus, dat zou heel mooi worden. Want als dit afkoelt... Het huidje ziet er dan heel mooi koud uit. Maar heel veel mensen bij mij willen ook de echte confit uit het vet. Dus dan gaan we dat in de pot doen. En dan gaan we helemaal storten met ene vet. En morgen ziet het natuurlijk heel mooi uit. Het wit vet met de pootjes eruit. Dit verkoopt zichzelf. Dus deze bouten ruim 3 uur. Ik denk 3,5 uur wel. Op 120, 100 graden geconfijt. Als het nou 100 graden of 90 graden is, het maakt niks uit. Alleen, dan moet het wel langer. Daar moet je altijd even op letten. Kijk, ik zou niet hoger doen als 130, want dan gaan ze te gauw garen en dan wordt het niet zo lekker. Dat is niet echt confijten, dat proef je achteraf terug. Dus confijten doe je echt op een lage temperatuur. We gaan hem even in een cel zetten en dan ga ik het vet in de cel op een pot gieten. Hier hebben we de confit de canard. Hij is nog niet helemaal gestold, het vet. Als ik hem een dag laat stollen in de koeling, dan wordt het ene vet spierwit. Dit kun je heel makkelijk verwarmen. We halen hem uit de pot. Als je verwarmt, het vet is natuurlijk weer in het velletje gaan zitten, dus hij is dan nu nog minder krokant. Maar als je hem in de oven doet, op 140 graden, het vet een klein beetje erbij, velletje omhoog, en een minuutje of 30. Dan is het velletje helemaal krokant en dan is hij helemaal smakelijk, ziet het er mooi uit, krokant. Gewoon lekker, de originele confit.
rustig laten garen, confijten in eendenvet. Het vet wat je overhoudt, absoluut niet weggooien. Eendenvet is zo lekker om aardappelen in te bakken of groenten in te smoren. Doe eens je savoy of je spitskool. Smoor die eens in je eendenvet of bak witlof een keer in eendenvet. Ten eerste ruikt je keuken heel erg lekker en het is echt een hele goede, fijne, lekkere smaak. Dus nooit weggooien, altijd hergebruiken. Heb je nog meer trek? Er staan op FoodTube meer dan 1000 video's voor je klaar. Abonneer je op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.